Goeiedag lieve mensen, zijn we vandaag voor de tweede dag in Zevensprong en we staan met kunstroute en we hopen op veel bezoek. Het valt nog reuze mee, maar we hebben nog een aantal uurtjes, dus als je nog niet bent geweest, kom natuurlijk zo snel mogelijk deze kant op. Maar deze filmpje waarschijnlijk komt uit wanneer dat is afgelopen en dan heb je je kans gemist. Dan moet je kijken in de kranten overal wanneer komt die volgende kunstroute. Want wij hebben met heel veel kunstenaars ons best gedaan om weer iets moois neer te zetten voor alle Goflieters en allerlei kunst- en cultuurliefhebbers. Nou, we hebben zelfs iets leuks bedacht dit jaar, zoals kunstpuzzelspeurtocht of zoiets, mondvol. En dat waren zulke plaatjes uitgedeeld door alle locaties. En dus ja, misschien niet zo duidelijk gezicht, maar dat waren plaatjes en letters en dit soort puzzelstukjes. En op basis van die puzzelstukjes moesten mensen wat raden. Ja, klopt. Ja. Een van mijn schilderijen. Hè? Ja, ja. Nou, ja, precies. En we hebben heel weinig respons gezien dat mensen echt keihard gingen puzzelen. Misschien was het te moeilijk, maar dan moeten we kijken hoe we dat nog toegankelijker kunnen maken. Ja, ja. Maar dat was een leuke idee. Ja, het was hartstikke leuk. Hartstikke leuk idee eigenlijk. Ja goed, ik weet niet, heb je er veel reacties op gehad? Nee, niet echt, omdat ja, ik denk dat mensen niet helemaal gesnapt hebben wat de bedoeling was. De bedoeling was dat mensen plekken in Hoflied kunnen noemen en twee woordjes, woordkeuze, samenstelling. We wachten af, ik weet wel wie in eerste dag alle locaties heeft rondgefietst, die maakt grote kans voor dat schilderijtje. Hè? Je weet, ik heb een schilderijtje ter beschikking gesteld voor de man die het raadt. Hè? Ja, tenminste raadt, ja, ja. Die eruit is gekomen, ja, zeg maar. Ja. Ja. Dus hou ons in de gaten en je zou te zien krijgen wie de winnaar is van de schilderij. Misschien het wel leuk om dit verhaaltje op te halen, want Victoria is er nu net. Ik ben zelf technicus van de origine. En jaren geleden werd er in de bibliotheek in Spijkenisse. Nee, pardon, in Hoogvliet. Hij Victoria, ja, de mijn blijft, hè? Ja, wacht even, ze blijft.
Met de gedichten, kon je gedichten leren schrijven. Nou, ik er naartoe. Nou, het was zweten geblazen hoor. Twee maal een uur mocht ik gedichten doen. Ja. En op het einde van de lied moest ik een gedicht schrijven. Allerlei voorwaarden, dit mocht je wel doen, dit mocht je niet doen. Het moest een gedicht zijn van maximaal 5 Ja. Ja, nou en ik dit gedicht voorgedragen wat ik dus... Maar ik heb volgens mij dat gedicht geschreven. Nou goed, dat gedicht dat was aanleiding dat wij dus samen iets op poten gezet hebben, interactief gedichten. Ja, maar als je dat gedicht nou deelt, wat mensen denken, oh. Nou wat was dat gedicht toch alweer? Ja, zo'n klein gedicht, maar... Ik weet het uit mijn hoofd nog, want een van de weinige gedichten die ik uit mijn hoofd heb. Ja. Het ging over het zijn. Ja. Het zijn is die ander. Ja. Het is een jas voor mij. Een dikke duffelse, dat is de winter buiten mij. Nu en voor altijd. Het heeft wel een lading, dit gedicht. Hè? Ja, mooi hè? Ja. Nog een keer applaus. Dus laten we dames even zingen en dan gaan we weer terug naar de gedichten. Ja, en ik treed dus eigenlijk op voor iemand anders. Dat is Gerda van de Koning. Ja. Want die heeft zelf een heleboel gedichten geschreven. En ja, zij is op dit ogenblik zit ze in het zorghotel in Spijkenisse. Want ze heeft de schouder gebroken. Mm. En die vroeg met klem, en toen zei hij hoor, van wil jij dan die gedichten voordragen? Dus dat ga ik straks doen. Yes. En nu dan. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes. I'll take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where. Or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sight. A hundred thousand years.
Nou ja, we staan bij allernieuwste werk van Brenda. Ja. En jij bent? Man? Ik ben de man, Gerard. En ja, ik begeleid haar eigenlijk in alles wat ze doet. En ik draag ideeën aan. En ja, ik maak de lijsten voor haar. Ah. En ja, en ik doe natuurlijk alles ophangen in huis. En, je begeleidt ook mensen? Eigenlijk alles. Dit is jouw idee. Opruimwas. Nee, dat is echt een idee van Brenda zelf. Het is eigenlijk een oude vaas van zederhout. Heel licht is dat, waar ze violen van maken. Ja. En Brenda had ineens het idee om daar een decoratie van te maken die niemand over de hele wereld heeft. Nou, hier dat is zeker. Hier is er maar één van over de hele wereld. En hier is ze echt weken aan bezig geweest. Je ziet het misschien zo niet, maar het is wel zo. En ik vind dat zo leuk en ik ben ook zo trots op dat ze dat allemaal maar... Ze doet het allemaal maar. Ja. Hè, het is werken met houtskool, met verf, het glazen. Maar, hè, dat is tegenwoordig ook heel erg in. Zo. Dat andere werk van haar, dat is zo leuk. En als ze daarmee bezig is 's avonds... Dan denk je, waar haal je het geduld vandaan om dat te doen? En het leuke is, de mensen die zijn wezen kijken gisteren... We hebben gisteren zo'n kleine 30 mensen in huis gehad. En ze vinden het allemaal zo leuk. En we hebben daar zoveel dingen van verkocht eigenlijk. Nou, dadelijk draai je camera om en dan zullen jullie zien... een hele stapel verkochte spullen. Ja, die staan allemaal al netjes ingepakt voor de mensen... die gekocht hebben, maar die het dan niet meenemen vanwege het slechte weer gisteren. Ja, we hadden gisteren slecht weer. Dus dan staat hij helemaal klaar. En ja, eigenlijk zijn we over de dag zelf heel tevreden geweest. We hebben altijd heel veel lol samen en met de mensen die hier zijn... van over de werken die Brenda gemaakt heeft. Daar is altijd een positieve draai aan. Dus ik ben daar heel trots op. Ik vind het echt een... Tof riet. Nou, naast mij zit Kobi. Kobi doet voor het eerst met kunstroeten. Ja, dat heel spannend. Heel leuk. Veel mensen gehad en heel veel complimenten. Nou, daar doe je dat voor, toch? Maar voor veel mensen en heel veel complimenten. Dus jij vond het heel erg leuk. Ik vond het superleuk. En ik wil zeker volgend jaar weer meedoen. En zelfs in de organisatie lijkt het me leuk. Nou, horen jullie mensen? Ja. Dus zo kan het gaan. Heel snel en heel succesvol. Ja. En weet je nog schatting te maken hoeveel mensen zijn bij jou geweest? Tussen de 20 en de 23. En er zijn een aantal mensen die wat gekocht hebben. Zo, hoe mooi is dat? Ja, en eentje zei je Instagram? Ja, dat is iemand die wil met mij Instagram maken dan om te verkopen. Dus deze die daar staat, die hond, die is ook verkocht. Nou, fantastisch. Mensen, dus je ziet het, als jij een beetje moeite neemt en ook de moed hebt om jezelf te laten zien, dan loont het gewoon. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ik vind het geweldig. Ja. Echt. En ik vind jullie ook helemaal geweldig. Dank je wel. Yeah.
We kwamen hier in de buurt en ik hoorde zoveel groezemoes en leuke, gezellige geluiden. En ik denk, ik hoop dat het daar bij Hanneke is of weet ik veel, buren hebben ergens iets of wat is er. En ja hoor, en we kwamen en was plein vol met mensen. Nu voorzichtig, mensen lopen al naar huis omdat ze ja, het tegen einde is. Klopt. Maar wie zijn jullie, wat hebben jullie hier voor verborgen tuinen? Nou, ik ben Dani Vermeulen en ik heb een heerlijke koffiebar, Heavenly Hot Coffee. En nou, ik maak hele lekkere koffietjes voor alle gasten van deze twee mooie artiesten. Ja. En ik zie helemaal in de stijl en tuurlijk. Jullie moesten zien, dat is echt super gezellig. Heel veel hapjes, heel veel lekkere koffie. En Hanneke herkennen we al? Van vorig jaar, ja. Van de kunstroute van vorig jaar. En we hebben dit jaar deze plek gekozen met deze prachtige plantenbak op de achtergrond. En ja, het weer zat mee en ja, het was heel mooi. En samen met Anja. Anja kennen we niet. Anja? Ja. Wie is Anja? Ja, ik ben Anja van Oudgeide. Ja. En ik zit bij Huis Madelief, had ik altijd te schilderen. Ja. En daar had ik vorig jaar mijn schilderijen neergelegd, maar dat vond ik niet zo mooi daar. Nee. En dankzij Hanneke heb ik hier deze plek ook gekregen en zij heeft alles voor me georganiseerd. En ik ben haar echt dankbaar daarvoor. Ja. Ja. Ah, ja. Fantastisch. Het is echt heel erg mooi om te zien. Goed dames hier ingericht hebben. Ja. Heb je nog gezongen vandaag? Of ik heb vandaag niet binnen. Gezongen. Ja, ja. Binnen wel. Zeker. Oké. Maar dat komt een andere keer. Is goed. Ja. Zijn jullie tevreden? Heel erg. En ja, het is gewoon mooi als er allerlei mensen samenkomen, dat je je werk kan laten zien en zo dicht bij huis. Ja. Maar wie wil dat niet? Ja. En jij zo'n buurvrouw hebben? Altijd gezellig. Ja, ja, zo is het. Ja. Jongens, volgend jaar herhaling vatbaar? Of? Ja, zeker. Voor mij betreft wel. Zeker. Ja, het brengt mensen samen en nou, een kans om kunst te kunnen zien, mooie gesprekken. Als je niet bent geweest, dan heb je het gemist. Want het is voorbij. En ja, volgend jaar nieuwe kansen, zo toch? Is het. Ja, zeker. Komen. Dank jullie wel. Ja, en supergezellig en leuk om zo te zien. Ja. Dank je wel. Wij gaan weer op naar 2025. En ik zeg de kunstroute, Hoogvliet. Ja, gewoon blijven we gewoon doen. Ja. Dank jullie wel.